Vandaag hebben we voor de lunch een lekker soepje, aardappelpompoen. Dat is een mooie oranje kleur. En een kalfsgehakt balletje met aardappels en gevarieerde groentemix. En dat is een mooie, complete maaltijd waarin de jongens goed kunnen herstellen. Twee keer per dag eten de spelers van AZ op de club. Het is dus belangrijk dat ze gezonde voeding binnenkrijgen. Cunilla Boomsma houdt zich als sportdiëtiste hiermee bezig. Ze probeert de spelers steeds bewuster te laten worden van wat ze eten en drinken. Ze moeten iedere dag bijna een prestatie leveren en ook iedere dag weer goed herstellen om de volgende dag weer te trainen. Dus je moet heel goed voor je lijf zorgen. Dat kan je natuurlijk met voeding uitermate goed doen, maar wel serieus nemen. Wat belangrijk is dat je veel kleuren en variatie hebt. Dus we hebben hier bijvoorbeeld ook nog peulvruchten in, bonen. Daarnaast paprika en dat is natuurlijk rood. En andere groenten zijn groen. Dus we hebben alle kleurtjes bij elkaar. Dus deze groentemix bevat veel vitamines en mineralen. En valt dat ook in de smaak bij de spelers? Dat valt wel zeker goed in de smaak bij de spelers, ja. Naarmate je steeds hoger komt, is het steeds moeilijker om nog verschil of zo te kunnen winnen of te kunnen boeken voor jezelf. En uiteindelijk is voeding daarin, om tot de maximale prestaties te komen, is gewoon belangrijk. En je moet gewoon zorgen dat je elke dag maximaal kan presteren en jezelf maximaal kan geven. En vervolgens maximaal kan herstellen. En, ja, daar heb je in alles en in allebei heb je voeding voor nodig. I think as an athlete, you use your body. That's your most important thing. And then, your body needs the best fuel to compete on the highest level. So of course, food is and nutrition is important. Plays an important role for us in our during our days. Senssel en Weghorst zien het belang in van gezonde voeding. Dat geldt niet voor elke speler. Cunilla Boomsma merkt dat het soms best lastig is om spelers bewust te maken van voeding. Je merkt er niet direct iets van. Als ik die sinaasappel niet eet, word ik misschien niet direct ziek. Maar het gaat om de grote lijnen. En dat is dan ook wel een stuk bewustwording die de spelers moeten krijgen. Van, oh ja, wacht even. Want als ik goed herstel en als ik de juiste voeding neem, dan kan ik beter herstellen. En als ik beter herstel, dan kan ik de training daarop harder trainen en word ik beter. Dit is de sportvoedingspyramide. Die bestaat uit drie lagen. De basis, daarin komen de gewone normale voedingsmiddelen aan bod die we iedere dag nodig hebben. Dus ook voor een niet-topsporter hebben we die nodig. En dan zie je de sportspecifieke voeding. Dat zijn onder andere sportdranken, sportrepen rondom de training. Als er niet direct gegeten kan worden, nemen we iets van een sportvoedingsproduct. En dan zie je in de top van de piramide de sportsupplementen. En dat is vaak als er eventuele tekorten zijn. Zo wordt er eigenlijk per speler gekeken naar wat hij nodig heeft. Met als doel om maximaal te presteren op het veld. Ongezonde voeding hoort daar dus niet bij. Ik merk wel als ik ongezond, ik kom niet zo heel vaak voor, maar als ik bijvoorbeeld een keer ongezond zou eten of een keer uit eten, dan merk ik wel dat mijn lichaam daar gewoon gelijk op reageert. Dus dat ik geef wel gelijk een reactie. If I, for instance, after training, I don't feel I eat enough or eat good, then the day after I can go thinking about it and try to feel my muscles. But if I eat good, then it's like you feel good also mentally and then it's you feel kind of stronger. De een heeft al meer kennis dan de ander. Dus en soms benader je iemand ook op een andere manier om het iets bij te brengen dan een speler die al bij een andere club of ergens al veel meer opleiding heeft gehad in voeding. Daarin is dat wel verschillend. En bij de een kan ik veel dieper gaan in de uitleg dan bij de ander. Je bent nu even kijken, 6, 2 weken bezig met creatine. Ja, wat is voor jou de ideale situatie? Dat de spelers echt gewoon zelf ook komen met de vraag, hoe kan ik beter worden? Wat kan ik veranderen aan mijn voeding? Zodat ik optimaler gaan presteren en beter gaan herstellen.
En soms is het natuurlijk zo van, oké, ik neem een eiwitshake, want het is goed voor mijn herstel. Maar dat er net even iets meer inzicht is in ook waarom we zoiets doen. Waardoor het ook een, niet een verplicht gedrag wordt, maar gewoon een normaal gedrag. Dat het echt bij je topsport hoort.